Dames en heren, welkom allemaal bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik in dit geval 3 projecten voor jullie live reviewen. Waarvan ik persoonlijk denk dat ze wel echt aan zijn. Maar hou er rekening mee, ik geef absoluut geen financieel advies. Dus doe zelf wat jij wilt op basis van de informatie die ik je geef. Laten we gelijk beginnen. Let's get it. En we gaan gelijk beginnen met het allereerste project. En dat is Imaginary Ones. Ik ga heel met jullie zijn. No financial advice, maar ik persoonlijk ben voor 1,000,000% bullish op dit project. En ik zal jullie zo meteen uitleggen waarom. Maar voordat ik dat doe, laten we eerst gewoon even de social media erbij halen. Zodat jullie gewoon achtergrondinfo hebben over het project en wat het precies is. Nou, ik heb hier allereerst Twitter profiel voor me. 35,8k volgers in minder dan 2-3 dagen tijd. Zegt eigenlijk al meer dan genoeg natuurlijk. De hype is er. En dat is vervolgens ook te zien door het aantal views. De impressions op alle tweets. Het is gewoon insane, man. Ze hebben hun Twitter account sinds 11 januari opgericht. En hier krijg je al gelijk een soort van een ideetje van wat voor type artwork het gaat worden. En dan wil ik ook gelijk een bruggetje maken naar het andere project, Invisible Friends. Wat op dit moment een van de top projecten is binnen de NFT space. Alleen ik herken gewoon bepaalde characteristics die gewoon overeenkomen. Ik bedoel, je hebt hier natuurlijk bepaalde walk cycles. Dus de manier hoe die poppetjes lopen en zo. Ik herken dat gewoon. Alleen dit is dan meer 3D-achtig. Je hebt hier Instagram profiel. 1,5k volgers, zegt niet veel, maar die hebben ze sinds gisteren opgericht. Hier, dit. Ja, wat moet ik zeggen? Keihard, eerlijk. Als je zo eentje kan catchen, wauw. De site zelf, super clean, super nice. Speelse vibes, maar ook professioneel tegelijkertijd ofzo. Heel recht toe, recht aan. Ik loof deze vibes. Imaginary Ones. Living in an imaginary metaverse, created by CMT Tut. En daar kom ik zo meteen op terug. Nou, hier heb je dan al bepaalde voorbeelden van de NFT's binnen de collectie. Je hebt hier natuurlijk ook gewoon de links naar al hun socials. Zoals je ziet staan, de Discord is nog niet beschikbaar. Staat hier ook Discord coming soon. Dus wees scherp en wees spits op dit project. Nou, ze hebben hier ook de linkjes gegeven van de twee betrokkenen, CMT Tut en Gentle Will, oftewel Clément en David. En deze twee heren zijn precies de reden waarom ik bullish ben op het project. We hebben Clément Chia en we hebben David. Ze hebben allebei samengewerkt met de hele grote namen Nike, Apple, Samsung, Heineken, Spotify, L'Oreal. En de reden waarom ik heel veel vertrouwen heb in dit project is omdat ze ook allebei co-founder zijn van twee verschillende sites, Offset.sg en Ovio.com. Ik ken die sites niet. Zegt in principe ook niet veel. Maar wat het mij wel laat zien is dat ze in het verleden al vaker hebben samengewerkt. En met andere woorden, het is gewoon een topduo. Dus die ervaring die ze hebben in het verleden, die gaan ze nu toepassen voor het nieuwe project Imaginary Ones. En dat geeft mij gewoon heel erg veel vertrouwen. Ik heb hier natuurlijk ook even gekeken naar de verschillende sites. Nogmaals, het zegt me niet veel. Maar het geeft mij gewoon een hele zakelijke, professionele indruk. Het laat dat achter. Super clean, verzorgd. Ja, keihard, man. Dit is gewoon legit. Dit is gewoon legit, man. En daarom ben ik ook gewoon bullish daarop. We zien hier ook verschillende clients. Kellogg's, Facebook, Instagram, Spotify. En nog meer namen natuurlijk. Dus ja, man. Ik heb heel veel vertrouwen in dit project. Echt waar. En daarnaast, ik heb even verder gegraven. Hier zien we ook vervolgens de twee betrokkenen. David Lee en Clément Chia. Dit zijn ook de twee mensen natuurlijk. En er staat hier being an award-winning motion designer. David has 10 years of motion graphics experience before transiting to become the business director where he oversees the operations and development of the company. Dus deze persoon heeft al meer dan 10 jaar ervaring binnen het vak. Dus zijn expertise is on point. En dan hebben we vervolgens Clément Chia met precies hetzelfde. With more than 10 years of experience in the creative industry, Clément is a recognized award-winning creative director specializing in motion design. Being the creative director of Offset, he has worked with established clients such as Facebook, Google, Formula One, Singapore Airlines, Jaguar, McDonald's, among many others. Maat, say no more. En project nummer 2 is Antonym. En ik ben super bullish op dit project. Ik moet deze catchen. Echt waar. Ik ga alles proberen te doen om deze gewoon te pakken. Want ik heb superveel vertrouwen in het project. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Instagram, 11.000 volgers. Niet superveel in vergelijking met andere projecten. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit van het aantal volgers dat je hebt. Artwork. Ik ben super biased. Maar ik vind dit fucking dik, man.
3D poppetjes, keiharde artwork. Ik loof dit. Ik loof dit. Echt waar. Ik proef en herken gewoon kwaliteit. Ik zie dat gewoon. Ze stoppen heel veel tijd en energie natuurlijk in de visuals. En ja, bro, die plaatjes spreken voor zich. Gewoon heel erg simpel. Ja, Twitter zelf, 36.1k volgers. Ook gewoon super booming. Wat dat betreft, impressions op alle tweets zijn on point. Ja, daar kan ik zelf ook niet echt al te veel over vertellen. Ze doen hier en daar wel eens giveaways. Ze houden ook contests waarbij je gewoon artwork moet inleveren. En op basis daarvan kiezen ze natuurlijk de beste artwork uit en krijg je daarvoor een whitelist rol. Maar de reden waarom ik vertrouwen heb in het project en wat het mij eigenlijk extra bullish maakt is... Ik zie dit een beetje als een soort van high-class project. Er staat hier ook Discord locked. Ik zit zelf nog niet in de Discord. Maar dit zijn Discords gebaseerd op invite only. En als je dan toevallig spits bent en je komt erin, dan heb je heel veel geluk. Dus dan weet je ook gelijk van de kwaliteit is aanwezig. Het zijn niet alleen zeg maar projecten die gewoon engagement farmen of wat dan ook. Ze stoppen echt tijd en moeite in het project om een daadwerkelijke community op te richten. En dan kom ik gelijk bij de oprichter terecht, of bij de founder. En dit is wat mij echt heel veel vertrouwen geeft. Er staat hier, Antonym is 100% organic. Dus 100% organisch. Virtually, all word of mouth, still no retweet giveaways. Why? I meet with every person we offer whitelist to, interview them, show them the unreleased roadmap, deck and vision, and answer their questions. Our whitelist members are our strongest supporters. En dit is zo ontzettend belangrijk. Ze zijn bezig met... het tip-top krijgen van de basis, van de fundering van het project. Ze willen gewoon een solide basis, in tegenstelling tot alle andere projecten die zo snel mogelijk een minprijs en collectie proberen uit te verkopen. Ze nemen hun tijd, ze stoppen tijd, energie, moeite in hun eigen community en ze proberen op basis daarvan een cult op te richten. Een echte movement, vergelijkbaar met Bored Ape. En dat is misschien zelfs een NFT-project. Wat je wellicht zou kunnen overwegen om te holden voor de mid of zelfs voor de long term. En dat is super, super, super key. Antonym, of de owner, en trouwens Sebastian zijn ook de twee mensen die hier en daar wel eens een code droppen. Een Discord linkje droppen. Die je zo snel mogelijk moet pakken en vervolgens in de Discord moet pluggen om in het Discord te komen. We zien hier bijvoorbeeld 5 uur geleden werd er een code gedropt en hier ook. Dus wees spits, volg deze mensen voor wellicht een invite in de Discord. Ik ga jullie ook gelijk uitleggen hoe je dan in de Discord moet komen. Want wat moet je nou met deze code doen? Nou, je gaat naar je Discord. Dan ga je helemaal naar onderaan. Dan ga je naar Add a Server. Klik je op Join a Server. En dan probeer je eigenlijk die code zo snel mogelijk over te typen. Waarbij je rekening houdt natuurlijk met hoofdletters, met getallen, met letters, etc. En dan probeer je dat zo snel mogelijk in te voeren en te joinen. Je moet echt spits zijn. Zet de notificaties aan en dan daar lid tijd, man. En het laatste project, dat is Pixelmon. En alsjeblieft, dames en heren, benut iedere kans en de resterende tijd om een invite te pakken naar deze Discord en op die manier te grinden naar een whitelist rol. Het is, net als het vorige project, een invite-only Discord, een besloten Discord, dus je komt er niet zomaar in. De kwaliteit is on point, echt waar. De reden waarom ik bullish ben op dit project is gewoon, het doet me echt denken aan Pokémon. Kunnen we een beetje herleiden aan de naam zelf. Als beschrijving staat er ook train, trade, fight and evolve your Pixelmon through the metaverse. Dus die NFT's kun je in de metaverse plaatsen. En ja, wordt gewoon keihard. Wordt een keiharde game. Hier heb je een voorbeeld van een snake, Ekans. Doet me een beetje denken daaraan natuurlijk. Je hebt hier een krab, keihard. Je hebt hier... dit ziet er ook dik uit. Mocht het echt zo worden, doet me een beetje denken aan Flareon. Dus die evolutie van Eevee natuurlijk. Ja, je hebt hier een paar draakjes hier en daar. En deze trailer... hier krijgen we een sneak peek en daar zeg je u tegen. Let op het eindstukje. Let op. Let op, let op. Kom op, man. Eerlijk, als dit je niet hype maakt, dan weet ik het ook niet meer, man. Come on. Nou, de website zelf, daar valt niet veel over te vertellen. Over 9 dagen wordt die gelanceerd en er staat vervolgens mint will commence 7 to 14 days after. Dus dat betekent, na deze video te hebben gezien, heb je wellicht nog 2-3 weken de tijd om kans te maken op een whitelist rol. Ik bedoel, you never know. Grind ervoor natuurlijk. En dan natuurlijk de belangrijkste vraag, maar hoe kan ik de invites
catchen. Ik raad jullie aan om twee verschillende profielen daarvoor te volgen. Allereerst Pixelmon Discord en ten tweede Cyber. Dat is de founder van de Pixelmon. Zij droppen eens in de zoveel tijd, droppen ze gewoon code of een linkje naar de Discord in de vorm van een wiskundige rekensom of wat dan ook. En dan moet je eigenlijk, zoals net uitgelegd, zo snel mogelijk die code invullen en gewoon spits zijn. Dus, linkjes staan in de YouTube-beschrijving. Volg ze met de notificaties aan. Geldt ook voor Cyber. En that's that, man. Heel veel succes. Dale. En dat was de video. Hopelijk hebben jullie er echt wat aan. En ik zou graag gewoon willen zien dat sommige van jullie gewijlist gaan worden voor een van deze projecten. Want dan ben je echt wel gewoon aan, man. Geef ik gewoon eerlijk toe. Ik wil jullie gewoon zoals altijd vragen om me te volgen op Twitter. Volg me op Insta. Kom hangen met me in de Crypto Discord. Linken staan in de YouTube-beschrijving. En voor de rest, that's it, man. Much love, peace en understanding natuurlijk. En tot de eerstvolgende keer. Ciao, las.